Vertel even wie je bent. Ik ben Jos Berns en ik werk voor Welsteden. En wat is het verhaal wat je hier zou willen vertellen? Nou, laat ik beginnen, toch een kleine intro. Welsteden die exploiteert, heeft een heleboel buurthuizen. Je weet dat er per 1 januari heel veel veranderde. Er komen 3 decentralisaties aan. Er komt heel veel werk en geld naar de gemeentes toe. Dat betekent heel veel veranderingen. Wij spelen daarop in. Onze werkers zijn de afgelopen 2 jaar geschoold in welzijn nieuwe stijl. Voor mij is dat niet nieuw, want 30 jaar geleden ben ik opgeleid in welzijn nieuwe stijl. Maar de jonge lui van tegenwoordig kennen dat niet, dus die moesten we dat leren. Dat is nu gebeurd. Aan ons de vraag om het werk te vernieuwen. En ik heb samen met Chris Moes vorig jaar zijn we bij elkaar gaan zitten en toen hebben we bedacht van, nou, er verandert zoveel. Oude mensen zijn vaak alleen. Het werd vanavond hier wel meer gezegd. Hoe kunnen we jong en oud verbinden? En hoe doe je dat dan? Nou, we hebben gedacht van eten is een belangrijke, net ging het ook al over eten, maar eten is een belangrijke sociale gebeurtenis. Mensen eten vaak alleen. Het is veel gezelliger om samen te eten. We hebben bedacht, in buurthuis De Manen hadden we nog niks wat dat betreft. We dachten, daar zitten vlak daarbij liggen 3 basisscholen. We hebben het contact met die 3 basisscholen gelegd. En met de leerkrachten, met de directie gesproken van, we zouden kinderen van groep 7 en 8 in willen zetten om te koken in het buurthuis onder begeleiding van koks. De mensen daar te bedienen. Ouders kunnen ook mee eten. En die kinderen komen op die manier in contact met de wat ouderen in de buurt. Ouders leggen contacten met ouderen. Nou ja, ik denk dat je dan een goede maatschappelijke bijdrage levert aan toch die veranderende samenleving. En hoeveel kinderen koken er nu? Oh, het is altijd vol. Altijd vol? Altijd vol. De scholen waren laaiend enthousiast. Het was voor ons toen dromen hoor. Ik denk van, zou het lukken? Maar die scholen, die vonden het geweldig. En het draait nu volgens mij een jaar. Ik heb vanavond voor de eerste keer daar gegeten, dus... ik heb het even kunnen proeven, ook gezien van welke mensen er komen. Het is echt de groep waar het voor bedoeld is, die zitten er ook. En kunnen die kinderen ook een beetje koken? Zeg je? Kunnen die kinderen ook een beetje koken? Ja, was het lekker? Het was vanavond hadden we champignonsoep, heerlijk. Daarna spaghetti met een fantastische saus, een kaas eroverheen en we hadden na ijs met slagroom. Ja, een prachtig project natuurlijk, want je brengt kinderen en ouderen met elkaar in contact. Wat zou je graag willen? Nou, we zouden, nou ja, goed, dit project staat. Wat mij betreft zou het elke dag mogen. Wat mij betreft gaan we ook met ontbijt beginnen. Ik ben zelf de Hommel in Arnhem, die ken je wel. Dat is een buurthuis in Arnhem, is totaal vernieuwd met Europees geld. Ik ben daar vorige week geweest. Bij 1 oktober gaan ze daar iedere ochtend met ontbijten beginnen. Het is een buurthuis nieuwe stijl. In de Maandering komt ook een nieuw buurthuis. Nou, ik denk dat we daar moet je een voorbeeld aan nemen van zoiets. Die weg moet je op. Ja, als andere basisscholen nu geïnteresseerd zijn, kunnen ze dan met jou contact opnemen? Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Jos, zeker weten. Jos, dankjewel. Graag gedaan, Frans.